Dat is uw actie tijdens, tijdens de wedstrijd tegen Bulgarije, hè? Tegen Bulgarije. Kunt u vertellen wat dat is? Ja, kijk, en ik lig in de lucht, ja? Dan moet je je voorstellen, is een corner werd genomen. En ik weet dat ze de midden voor was. En die kopte de bal en die kwam tegen de bovenkant van het lat. Dus ik lag in de lucht, ik hoorde de fluit, maar ik kon niet meer herstellen. En zo is die foto ontstaan. Was hij ook de eerste die dat deed? Volgens mij wel. Humphrey Mijnals, hij is er niet meer. Hij was de eerste Surinaamse voetballer in het Nederlands elftal. Faya Lobby gaat hem eren. Vandaag zullen we ook ons complex omdopen tot het sportpark Humphrey Mijnals. Humphrey is er vandaag helaas niet meer aanwezig om de aftrap te doen zoals hij elk jaar met heel veel trots deed hij dat. En daar waren we ook heel erg blij om. Hij zou dit helemaal geweldig gevonden hebben dat zijn achterkleinzoon de aftrap gaat doen van dit toernooi. Na de aftrap houden we 1 minuut stilte, gaan we Humphrey herdenken. Okay. Wat heeft Humphrey nou voor Faya Lobby betekend? Humphrey was voor de club een echte motivator. Hij is 1992 succesvol trainer geweest, kampioenschap. En daarna was hij altijd aanwezig bij de selectieelftallen. Als het even niet ging, praat je van Humphrey dit wonderen. Ja, kunt u dat uitleggen? Weet je, die man had zoveel aanzien. Hij straalde zoveel gezag uit. Dat al de jongeren, al kennen ze hem niet in zijn actieve carrière, ze hadden toch heel veel respect voor hem. En het werkte. Nou heb jij een hele beroemde opa. Hoe is dat? Echt superleuk. Hij was ook heel leuk, maar ik vind het wel jammer dat hij nu weg is. Ja, is heel jammer. Hè? Voetbal je zelf ook? Ja, ik wilde misschien later op. Ja. Kan je ook zo'n hele mooie omhaal maken, zoals je opa? Nee. U bent hier ook uitgenodigd. Waarom? Nou, het is vandaag het Humphrey Mijnals voetbaltoernooi. Dat is er elk jaar, al 17 jaar aan een stuk. Maar dit is wel een hele bijzondere, want vandaag wordt dit sportpark wordt omgedoopt tot het Humphrey Mijnals sportpark. Ja, en dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Ja, en waarom doen ze dat? En dat is omdat Humphrey Mijnals een hele bijzondere sporter was. De eerste voetballer uit Suriname in het Nederland zelf, dat is natuurlijk uniek. En misschien kennen de mensen die beelden, misschien die bekende foto van Humphrey die omhaal op het veld doet in de verdediging en daarmee de bal weghaalt. Dat is eigenlijk de bekendste foto van Humphrey geworden. En dat mensen ook niet weten, maar Humphrey is bijvoorbeeld de sporter van de eeuw geworden in Suriname. Dan denk je natuurlijk misschien aan Clarence Seedorf of aan Petter de Kluivert, maar het is dus Humphrey Mijnals geworden. Hoe is het om een dochter van Humphrey te zijn? Ja, uiteraard heel leuk natuurlijk. De tijd dat ze voetbalde hebben we heel weinig van meegekregen, toen waren we nog klein. Maar hier bij Faya Lobby, iedereen kent hem, iedereen weet wie je bent, dat is leuk altijd. Ja, en u was een klein meisje, had Humphrey het altijd over voetbal? Eigenlijk wel, maar meer met de jongens eigenlijk meer. Mijn meisje stelde niet zo qua voetbal toen de tijd. Was hij wel een lieve vader? Hij was streng, maar hij was ook lief. Maar hij was heel streng. Maar hij was wel lief, hoor. Dus heel rechtvaardig? Rechtvaardig, absoluut, ja. Weet, wat vindt u nou het mooiste van Humphrey wat u heeft meegemaakt? Ik denk dat dat toch die eerste wedstrijd geweest is, die omhaal waar iedereen hem van kent. Ik denk dat dat bij iedereen blijft. Als je de naam noemt, dan zeggen ze ook van die omhaal. Ja. Nu heeft uw vader een bijnaam, dat is Mina. Weet u, ja, Mina. En weet u waarom? Ja, Surinamers geven elkaar graag bijnamen. En wat hij Mijnals heet, werd het Mina. Dat is gewoon een verbastering van Mijnals. En wat hebben we in deze tijd, waarin het vaak om polarisatie draait, juist nodig dat mensen als Humphrey, en het zelfrespect dat hij had, dat dat in deze tijd wordt voortgezet en wordt voortgedragen. En daarom dit volgens mij heel bijzondere eerbetoon aan hem. Wat mij betreft altijd aan dit sportpark verbonden blijft. De naam van Humphrey Mijnals. En ik zou zeggen, laat het een inspiratie zijn voor ons allemaal. Humphrey Mijnals. Een begrip in voetballend Nederland en Suriname. Een voortrekker voor zijn generatie. Ik heb hem vlak voor zijn overlijden nog gesproken. Hij was vrolijk, aanspreekbaar. Zijn familie was om hem heen.
En je kon merken, het is ook echt een familieman. Hij glom echt en glinsterde uit zijn ogen. Ik heb ook even achtergrond in dus, onderzoek gedaan naar een leeftijdgenoot. Mijn vader, ook echt een liefhebber van voetbal. Mijnals een geweldenaar. En hoe trots is en was Suriname niet op deze vent die zijn nek uitstak. En die bovendien een hele goede man in de voetbaldefensie was. International. Humphrey Mijnals, rust in vrede.